Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Carrière Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 74 hier in Italië. Het circuit van Monza staat op het programma, maar heb je die vorige video gemist? In Nederland zou ik die eerst even terugkijken, zodat je deze dus gaat zien. Dat was dus de auto die nu in beeld staat, maar we gaan gewoon weer terug naar de oude livery, dus deze auto doen we gewoon even mooi weg. Dat had u echt niet verwacht. We wonnen daar de wedstrijd. Max werd derde, hadden een dubbel podium te pakken, dus dat is goed om te zien. Er komen eigenlijk geen updates aan, waarom? Alles is al gemaxed. We kunnen niks meer updaten en hebben daardoor ruim 9.000 resource punten over. Goed verhaal. En staan er heel goed voor. Zijn nog steeds de allersnelste op de baan. En ik denk ook dat de teams niet meer gaan updaten dit seizoenshelft. Dus ga er maar vanuit dat wij weer naar een podium of een race-overwinning kunnen gaan rijden. Dat hebben jullie echt niet verwacht. Goed, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamingkanaal? Dan zou ik dat zeker weten even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F122 My Team Carrière content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En dan gaan we lekker door naar de kwalificatie voor aflevering nummer 74. Daar gaan we dan. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1. En dan is er een sensorfout. Altijd leuk om te zien. Okay, I hope you're sitting comfortably in there, mate. We've got a sensor issue and we're going to be stuck in here for a while as we try and fix it. Nou, 30 seconden is niet een tijdje, dus goed. Rini, dankjewel. Even afwachten en dan is dat probleem mooi opgelost en dan gaan we kijken wat we kunnen gaan doen hier in Italië. Het is bewolkt, volgens mij heeft het ook licht geregend. Maar goed, dat maakt allemaal niks uit, want we rijden toch op de softbanden. En moeten het hier hebben van de slipstream, want de auto is nog niet snel op dit rechte stuk. Of ik heb de setup helemaal verpest. Dat kan ook. Theo Poortje gaat hier mooi aan de kant. Dankjewel. En dan zijn we aanbeland bij het einde van mijn eerste run in Q1. Klein beetje onderstuur bij de laatste bocht is geen probleem. En dan laten wij een 1.20.5 noteren op ruim 3/10 van Alexander Albon. Dus we moeten er nog een keer tegenaan. Aanbeland bij het einde van Q1. Staan op dit moment op een 8e positie. Wel goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. En Verstappen staat nog steeds binnen. Die vindt het wel mooi. Die denkt dat dit ruim voldoende is om door te gaan naar Q2. Terwijl wij nog even voor de zekerheid toch nog een ronde gaan noteren. Daar hebben wij helaas Yuki Tsunoda. Die ons heeft gepasseerd omdat de Honda motor heel snel is. En hier kunnen wij misschien naar de buitenkant proberen te passeren. Een klein beetje toucheren. Maar dan wint Tsunoda het op de topsnelheid. En dan laten wij alsnog een 7e tijd noteren met een 1.20.392. En dan zijn we door naar het tweede kwalificatiedeel. Goed om te zien. Max, zoals altijd, blijft binnen. En wij gaan het hier even rustig aandoen, omdat iedereen nu naar buiten duikt. Met nog ongeveer 2 minuten en 40 seconden op de klok. En dan gaan we kijken of dit rondje goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q3. Het zou wonderbaarlijk zijn als dat gaat gebeuren, maar je weet het maar nooit. Yuki Tsunoda laat ons hier mooi voorbij. En dan zijn we aanbeland bij start, finish en dat is een 12e tijd. Met een 1.20.611. En we hebben daar Ocon zitten aan de binnenkant. En hij verpest hiermee gewoon mijn en zijn ronde. En dat betekent dat Norris de snelste tijd in Q2 heeft gezet. Max naar P3 en wij helaas naar een P13.
op ruim 1.1 van Norris. Dus dat is jammer, maar goed, dat geeft niks. Op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 74. Daar gaan we dan. We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race in store for us today. Here at the oldest circuit on the calendar, which hosted its first race all the way back in 1922. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we could expect top speeds of around 215 miles per hour. 11 corners on this 3.6 mile track, with 7 of them coming in the form of chicanes, and with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity for some passing here today. It's time to take a look at our starting grid for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Alex Albon lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Norris, Leclerc, Esteban Ocon, and Perez. Sainz, Gasly, Tsunoda, and Fernando Alonso. Latifi, Russell, the Professor, and Mick Schumacher. Joe, Teo Porcher, Kevin Magnussen, and Lance Stroll. Oscar Piastri, Schwartzman, Tictum, and Richard Vasseur. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. A warm welcome to Anthony Davidson, who is beside me in the commentary box today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de wedstrijd hier in Monza. Starten dus op een P13. Wat jammer is, maar goed, niks aan te doen. Helaas, pindakaas. Geen regen verwacht. En gaan gewoon beginnen op de zachtste band die er is. Gaan gewoon hopen dat wij de undercut kunnen plegen op heel veel jongens. Zodat wij toch nog in de punten kunnen eindigen. En dan gaan we gewoon beginnen bij de formatieronde. Iedereen start op de... Bijna iedereen start op de mediumband. Behalve wij dus. Nou, heel veel informatie van de ingenieur. Wat we eigenlijk al lang weten wat hij elke race aan ons vertelt. Maar goed, dat... Ja, dat is. En dan... Komen we aan bij de gridslot. Gaan wij gewoon beginnen op een P13. Max op pole position. Ik verwacht dat hij gewoon naar de race overwinning gaat rijden. Wij moeten hopen op punten. En komen keurig op onze plek terecht. Goed gedaan. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 74 alweer hier in Italië. Op het circuit van Monza. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. Komen heel goed weg. Jazeker, Russell al gelijk gezien aan die binnenkant. En heel veel jongens maken het hier al lekker moeilijk voor hunzelf. Wij maken een divebomb naar heel veel rijders voor ons. Dat is 3 dik in de eerste bocht. Gaat helaas niet. P9 is dat goed gedaan. Een hele goede start. En nu is het door naar Carlos Sainz. Wij hebben die softband. Ik denk dat iedereen op de mediumband start. Dus we hebben hopelijk een voordeel. Misschien. Denk het. Sainz maakt het zichzelf lastig. En wij kijken hier aan de buitenkant. Jazeker. Goed gedaan. P8 op dit moment. Op naar Pierre Gasly. Hebben wel last van de topsnelheid. Moeten het hebben van de bochten. Zoals Lesmo 1 en Lesmo 2. En jazeker hier op de exit proberen bij Gasly. Maar dat lukt niet. Gasly, zijn motor is te snel. En zitten in ronde nummer 2 alweer. Als Gasly en Ocon samen met elkaar knokken. En daar komt Sainz aan de buitenkant. Maar dat lukt niet. Sainz kan daar niet aan ons voorbij. Ocon ook niet. Trouwens, Ocon wel. Wij wouden het daar proberen aan de binnenkant. Lukte niet. En ik probeerde nog bij Ocon bij te haken. Maar goed, het is niet gelukt.
Dan hier proberen naar de binnenkant. Jazeker, tikken Gasly wel wat aan per ongeluk. Maar goed, geen schade aan de voorvleugel. Dat is goed om te zien. Dan is het nu door naar de Fransman. En hier weer bij Lesmo 1 en Lesmo 2 kunnen wij heel veel pace gaan winnen. Jazeker, maar dan volgt hier dat lange rechte stuk. Waar iedereen zo snel op is. Waar Gasly ook snel op is. Ronde nummer 3 alweer. En daar zitten we misschien te kijken bij de binnenkant van Lesmo 2. En dat lukt. Dat is P6. Goed gedaan. Een stop naar Sergio Perez. Hebben ook DRS namelijk van de Mexicaan. En wij gaan Gasly hier even verdedigen. Even afschermen. Kan er niet voorbij. En dat is definitief P6. Zet dan ook paars in sector 2 neer. Dus ik denk dat er een verbetering komt van onze raceronde. Gasly probeert het hier nog wel aan de buitenkant. Is er nog niet voorbij. We houden mooi stand. En dat hoort ook. Dan volgt hier even dat rechte stuk. Gasly raakt ons op dat rechte stuk. En is zijn voorvleugel kwijt. En Gasly is er dit keer nu wel voorbij. Aan ons. Maar wij kunnen terugkomen. Jazeker. Remmen diep naar de Fransman. Doen het goed. En dat is nog steeds de zesde positie. En nu is het hopelijk wegrijden van de Fransman. En dat is gelukt. En zijn aanbeland bij Sergio Perez in ronde nummer 6. Jazeker. En hier op de exit proberen. Nee, lukt niet. Want iedereen is snel op dit rechte stuk. Sainz na 7. Ocon na 8. Gasly is helemaal teruggevallen tot de laatste positie. En hier aan de binnenkant kijken. Jazeker. Hebben daar meer downforce. En dat is P5. Maar dan volgt hier dat rechte stuk bij verbeteren onze raceronde met een 1.22.361. Perez aan die binnenkant zit daar nog wel te kijken, maar kan er niet voorbij. Vijfde positie in handen van ons. Goed gedaan. We zitten in ronde nummer 7 nog 20 rondes te rijden. In de achtste ronde van de race is Perez weer naar ons toe gereden. Voor een aanval. Aan de buitenkant. En beweegt daar gewoon naar links. Dat pikken wij niet. En sturen gewoon tegen de Mexicaan aan. En krijgen een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Geen probleem. Want dat gat naar Perez is inmiddels 1.4 geworden. 1.6, 1.7. Wordt alleen maar groter tijdens de bochten. En daardoor verkleinen wij het gat naar Charles Leclerc. Ronde nummer 9 en ik duik naar binnen voor onze laatste, voor mijn laatste pitstop van de dag. Ga naar de mediumband. En met nog 17 rondes te gaan moet dat wel goed komen. Vallen denk ik heel ver terug. Prima, pitstop 2.5, wel een versnellingsbak die bleef haken. Maar goed, dat is geen probleem. En zakken terug tot een P16 volgens mij. Jazeker, een P16, P17 zelfs. Een P17. Maar goed, geen probleem. Dat kunnen we allemaal gaan goedmaken als iedereen zijn pitstop heeft gemaakt. Proberen de undercut uit. En ja, wie niet waagt, wie niet wint, zeg ik altijd, denk ik. Blijven Dan Ticktum gewoon mooi voor Piastri op P16. Dat gat is 2 seconden. En daar hebben wij Oscar Piastri in ronde nummer 10. En daar aan de buitenkant bij Parabolica goed gedaan. Prima inhaalmanoeuvre van ons. Okay, 1.8 seconden en daar zit Piastri weer te kijken bij ons. Maar wij vallen weer terug aan, jazeker. En dat is nog steeds een P16. Goed gedaan. En nu is het op naar Lance Stroll. Dat gat is 1.6. Rijdt in een Aston Martin. Die auto is niet zo snel. En dan zijn we daar aanbeland bij Lance Stroll in ronde nummer 11. Als we even paars in sector 2 noteren en hier misschien dan proberen aan te vallen, zitten ernaast, maar Stroll heeft die topsnelheid. En ja, dat is voor ons echt een zwakte geworden, helaas. Daar aan de buitenkant kijken bij Parabolica, jazeker, dat lukt. En geen voorvleugel beschadigd. Nu is het op naar Zhou Guanyu, of Guanyu Zhou en Kevin Magnussen. En wij laten een 1.22.426 noteren. We hebben DRS, maar daar zit Stroll. Te kijken. Bij de buitenkant van die eerste bocht.
Maar wij gaan hem mooi afverdedigen. Goed gedaan. En nu moeten wij Kevin Magnussen zien te passeren. Hier op de exit misschien. Nee, helaas net niet. Hij heeft ook een betere topsnelheid. Rijdt ook met Mercedes motoren. En wij rijden met Renault motoren. Dan hier proberen zometeen op de exit. Lukt dat? Nee, lukt net niet. En Magnussen gaat hier ons blokkeren. Wij zitten klem bij de Deen. Hier dan bij Parabolica nummer 2. En dat lukt wel, jazeker. Dat is P14. Goed gedaan. Heel goed gedaan van ons. Zitten we in ronde nummer 27 alweer. De laatste ronde van de grote prijs is alweer afgelopen. Waarom? Max Verstappen wint de wedstrijd. Goed gedaan. Hij pakt ook het snelste resultaat. Wij knap na P2 pakken een 1-2'tje en pakken de volledige score voor het team. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. Here we are then. It's a thoroughly deserved win here in Italy after another excellent Grand Prix. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. The faces of our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, Max Verstappen wint weer eens een wedstrijd voor ons. Hij pakt ook de snelste raceronde. Wij dus naar P2. Krijgen ook driver of the day, jazeker. Van P13 naar P2 hebben het heel goed gedaan. Norris op het podium voor Red Bull. En één uitvaller, Dan Ticktum, zoals altijd, valt hij weer uit voor Mercedes. 80 punten verschil naar Max. En mijzelf. En 199 punten viel naar Ferrari. Dus breiden de voorsprong nog verder uit. Goed om te zien. En hopelijk dat wij deze lijn kunnen voortzetten bij de volgende wedstrijd. Rivaliteit Breakdown is gewoon weer goed met mijzelf en Carlos Sainz. 29 tegenover 14. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat wij deze rivaal hebben verslagen. Het team acclaim is ook gewoon goed. Max is level 22. Wij zijn level 21. Het team is level 27. Dus doen we daarmee ook hartstikke prima. En dat moeten we gewoon zo vol zien te houden. Cash, helaas 1,13 miljoen. Want één sponsor hebben we helaas niet weten te halen. En 72,5k erbij in totaal. $6,83 miljoen op de bank. Maar goed, het is geen probleem. Want na het einde van het seizoen krijgen we altijd het prijsgeld. En het is ongeveer 50 miljoen. Als wij eerste blijven. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me of je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F1 22. My Team Karim content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Janal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Say the line, Bart. No making. That was so not right.